beste kijkers. Het is bijna april 2018 en ik heb me voorgenomen om dit jaar weer eens serieus op karpen te gaan vissen. Ik heb voor mezelf een paar regeltjes opgesteld om het uitdagend te houden. En wat ik daarnaast ga doen is een nieuw additief voor mijn aas uitproberen. Eerst even de regeltjes. Traditioneel begin ik het seizoen met penvissen. En er is een goede molen en een perfecte slip noodzaak. Als hengel gebruik ik een carbonstokje van 13 voet en een testcurve van 1¾. En ook bij het penvissen ga ik dit jaar een speciaal additief testen. Ik begin dit seizoen met penvissen. En deze keer niet struinend, maar op een vaste voerstek. Ik ga voeren met, je ziet het al, tijgernoten. Ik maak nu even mijn voertje klaar. Ik ben van plan om eerst een dag of drie te gaan voeren. Dat waren de tijgernoten. En dan komt er ook nog zoete mais bij. De tijgernoten zijn eerst geweekt en daarna gekookt. De mais komt gewoon uit blik. De verhouding is ongeveer 1 kilo tijgernoten op 300 gram mais. En dan komt het belangrijkste, een nieuw ingrediënt, wat ik dit jaar uit ga proberen. Ongeveer 1 eetlepel, 1 kilo aas. Binnenkort gaan we beleven of het werkt. Ik heb 5 zakjes gevuld met elk ongeveer 200 gram en die gaan nu de vriezer in. Ik hoop dat de temperatuur van het water na de Pasen gaat stijgen, want dan kan ik over een week gaan vissen.